Ceres had een bijzondere manier van voordragen en er is door verschillende mensen over geschreven, onder andere door Jaap Kunst. Maar dit is niet door Jaap Kunst geschreven, maar door een student van Minerva. En die zegt het volgende over de voordracht van Couperus. Couperus las fragmenten uit Psyche en hij las ze met sterk geaffecteerde stem. Zo ver ging hier en daar zijn affectatie, ook in zijn zeggingswijze, dat sommige woorden niet Nederlands meer klonken. In het begin werkte dit zo sterk op mijn lachspieren dat ik niets had aan de voordracht en hoewel ook den verdere avond nog wel ogenblikken waren dat het me hinderde, is het toch over het geheel genomen een groot genot voor me geweest van Couperus zelf het mooie, melodieuze proza van zijn psyche te horen. Onder de bekoring ben ik gekomen van de schoonheid die er spreekt uit zijn ritmische taal en die ik bij het lezen niet zo heb doorvoeld als toen ik het hoorde. Nog hoor ik de klank van zijn stem zoals die was in het antwoord van de heilige spin in het gesprek van Psyche met de Sphinx. Prachtig was ook zijn uitspraak van sommige woorden, zoals bijvoorbeeld van Psyche. Over het algemeen hoor ik zijn stem liever laag dan hoog. Bij hoog slaat ze soms over, maar wat heeft zij anders een omvang. We zijn hier op het station van Groningen. Hier kwam Louis Couperus aan op 27 mei 1915 om voor de studenten van Vindicat een lezing te geven. Hij was de avond daarvoor al gekomen omdat hij moest een lange treinreis maken en hij wilde wel eens rondkijken in het noorden. Couperus was nog maar kort terug in Nederland. Hij was Italië min of meer ontvlucht vanwege de Eerste Wereldoorlog en zocht hier terug in het vaderland, zoals hij dat dan noemde, naar middelen om geld te verdienen. En hij ontdekte dat mensen het heel boeiend vonden om naar zijn voorlezingen en het eigen werk te luisteren. En daarom was hij begonnen met optredens. En de Groningen studenten die hadden in de krant een aantal van dat soort verslagen van die optredens gelezen. Die dachten, dit willen wij ook. En hadden hem uitgenodigd. En Couperus kwam de avond voordat hij zijn lezing moest geven hier aan en ging vervolgens van het station naar het hotel waar hij een kamer had geboekt aan de Grote Markt. We zijn hier in Hotel de Doelen, een hotel dat al heel oud is. Het is in 1798 opgericht. En in de tijd van Couperus gold het als het beste hotel van de stad. Dus waarschijnlijk had hij uit een soort van zelfsprekendheid hier een kamer geboekt. Hij is hier 's avonds aangekomen en de volgende ochtend werd hij door de studenten opgehaald die met hem een stadswandeling gemaakt hebben. Couperus schrijft over dat ze bij de Hoge en de Lage der Aa zijn geweest, de Martinikerk hebben bekeken en ook het academiegebouw van binnen en van buiten bewonderd hebben. Hij zegt ook dat de muurschilderingen in het academiegebouw wel heel erg Duits waren. En dat was natuurlijk een prettige uitspraak in 1915. De middag zijn die studenten met hem gaan toeren. Ze hebben een landauer gehuurd, een grote koets met paarden ervoor. En daarmee hebben ze een tocht rond het Paterswoldse meer gemaakt. Harende Molen en Paterswolde zelf. En zijn denk ik op het eind van de middag weer in de stad teruggekomen. Couperus vertelt over dat die studenten heel bezorgd waren of zijn stem het wel zouden houden. Maar je merkt ook aan alles dat hij het prettig vond om met zo'n groep mannen een tour te maken. En hij schrijft later ook, het waren allemaal boerenzonen die nu aan de academie studeren. Een van de aardigste dingen vind ik nog wel dat die studenten kennelijk met Couperus gesproken hebben over Rudolf de Mepsche. Dat was een paar eeuwen daarvoor een grote homo-hater. En ik vind het wel opvallend dat nou juist dat onderwerp tijdens die pleziertocht te sprake is geweest. Op het eind van de middag was hij hier dus weer terug. En toen is hij geïnterviewd, of in ieder geval aangesproken, door een journalist van het Handelsblad. Die met hem heeft gesproken over hoe het nou was om in de oorlog met literatuur bezig te zijn. Couperus zegt dat hij eigenlijk niet verwacht dat hij veel groot werk zal doen, want de oorlog leidt hem heel erg af. En hij hoopt dat als de oorlog voorbij is, dat hij dan weer zo snel mogelijk terug naar Italië kan gaan.
ze hebben, die studenten hebben samen met hem, zoals dat heet, gesoupeerd. En waar ze dat precies gedaan hebben, dat heb ik niet terug kunnen vinden. Maar we stellen ons voor dat, dat zo rond 8 uur is hij naar het Harmoniegebouw gegaan om daar zijn optreden te houden. Ik had mijn gastheer reeds tevoren gewaarschuwd dat ik te hunner ere en ter ere van Groningen overal de eind-en zou laten klinken, wat wij in Den Haag niet doen. Met de stomme E vooraf, vroegen ze mij. Met de stomme E vooraf, beloofde ik. En ik heb geloof ik woord gehouden. Ik heb op een enkele slipper na overal de eind-en gezegd. Met de stomme E vooraf. Dus Psyche van de Tin in haar droom, haar visioen laten zien en doen smachten naar de Chimera. We zijn hier bij het Harmoniegebouw. Hier heeft Couperus zijn lezing gehouden. Het was op de grote bovenzaal en volgens verklaringen van mensen later zat die zaal stamvol. Couperus had voor zijn optreden 125 gulden gevraagd. En voor die tijd was dat een hoog bedrag voor een gast. En dat betekende ook dat mensen die avond bezochten, dat die elk een gulden moesten betalen. Couperus had daarnaast ook allerlei aanwijzingen gegeven over hoe de zaal moest worden ingericht. Tafel was met een kleed bedekt, er stonden bloemen. En verder was het allemaal zo sfeervol mogelijk gemaakt. Omdat hij die avond in Groningen optrad, heeft hij ook, zo heeft hij tenminste later verklaard, zijn uitspraak aangepast. En hij heeft heel erg geluisterd die dag daarvoor naar hoe het Nederlands door de Groningers werd uitgesproken. En dat heeft hij diezelfde avond ook in zijn lezing toegepast. Tot zover het bezoek van Couperus in 1915 naar Groningen. Dan zijn we nu weer terug bij de bibliotheek, bij het heden en bij zondagschrijvers.